Nijmeegse kroeg genomineerd voor beste nieuwe café van Nederland. Voortaan automatisch een boete voor auto's op de Waalkade. En NEC verlengt contract met hoofdsponsor tot 2029. Dit is het RN7 Regio Nieuws van maandag 26 september. Het zijn de Oscars van de horeca in Nederland, de Entree Awards. Eind november worden ze uitgereikt en Paak Vinyl Bar in Nijmegen maakt als enige Gelderse kroeg kans op de titel Beste Nieuwe Café. Dat wij genomineerd zijn, dat maakt mij en het hele team onwijs trots. We hebben er hard voor gewerkt en blij dat het erkend wordt. Paak Vinyl Bar opende eind februari haar deuren. De horecazaak is een zogenoemd luistercafé. Deze plek brengt muziekliefhebbers bij elkaar. We hebben een heel goed luistersysteem. We hebben top-notch apparatuur hier staan. En wij hebben hele toffe DJ's. Mensen komen hier naartoe en ontdekken en verruimen hun muzikale kennis. En los van het feit dat het er schitterend uitziet hier, vind ik Paak dé plek waar je moet zijn voor de onderscheidende muziek in ieder geval in Nijmegen. Heerlijke cocktails, leuke mensen, leuke sfeer. Ja, het is gewoon mijn plekje in Nijmegen eigenlijk. Ik denk dat we zeker kans maken. We zijn een vernieuwend concept. We werken met heel veel passie aan dit project. En ik denk dat voor de mensen die hier als bezoeker komen, dat iets is wat ze terugzien in de beleving. Dan iets anders. Er voetballen steeds meer buitenlandse spelers in Nederland, onder wie veel voetballers die Spaans spreken. En dan komt Dirk Lotgerink uit Nijmegen zich melden als voetbaltolk. Voetbaltolk Dirk kijkt naar de training van NEC. Daar fungeert hij regelmatig als tolk voor Iván Márquez, de Spaanse verdediger. Acabamos de verte con tu hija. Estás muy feliz aquí en Nijmegen, ¿no? Sí, sí, estoy muy contento de que yo esté aquí, de que pueda venirme a verme los entrenamientos. Yeah, you speak Spanish good, hè? Yeah, you speak really good. Okay, ik ben tolk bij wedstrijden, internationale wedstrijden. In mijn geval, als er Spaans wordt gesproken, dan bellen de clubs mij op om te bemiddelen, zul je kunnen zeggen, tussen de pers, de spelers en ook wel het publiek. Jouw naam, hoe spreken ze die uit? Soms vertalen ze hem letterlijk. Enrique doen ze nog wel eens in Spanje, vind ik wel grappig, doe ik er niks aan. Maar Dirk, Lotgerink en Español, por favor. Maar dit is zijn lievelingstaal. Nijmegens doe ik het allerliefste. Geef mij gewoon lekker een paar vrienden en een paar biertjes in de kroeg. En meer heb ik niet nodig. Jasper Sillissen keepte jarenlang in Spanje en dus wordt hij ook in het Spaans ondervraagd. También habla un poco español, entonces yo sigo. Y sigo siendo tenido muchos amigos allá, entonces ya poco a poco y sigo así. Zijn Spaans goed, maar ja, dat is volgens mij een Spanjaard wat ik stiekem net gehoord heb. Dus Vera is Spanjaard, no? Nee, gewoon Nijmegens. Oeh, sí, hablas Nijmegens? Zeker, kijk gewoon. Oh, kijk goed, kijk. Dat is meer Groesbeek, hè, Kel? Ja, maar ja, ik kom uit Groesbeek, hè, dus dan moet je dat ook blijven doen, hè. Op de Waalkade in Nijmegen zijn camera's opgehangen. Dit om het inrijverbod te handhaven. Sinds het najaar van 2021 geldt er een inrijverbod voor doorgaand verkeer op het westelijke deel van de Waalkade. De nieuwe camera's registreren nu 24 uur per dag alle overtredingen op deze regel. Wie het gebied toch inrijdt, ontvangt dus gegarandeerd een bekeuring en deze bedraagt 100 euro. Stichting In Paradisum heeft zaterdag een tiental nieuwe kruisen geplaatst op graven van slachtoffers van het bombardement op 22 februari 1944. Dat gebeurde op de begraafplaats aan de Daalseweg in Nijmegen. De vorige kruisen, die geplaatst werden op graven waar geen monument aanwezig was, waren inmiddels geheel of gedeeltelijk vergaan. Hierop werden in 2019 de eerste nieuwe kruisen al geplaatst, maar dit kon destijds niet worden afgemaakt vanwege de geldende coronamaatregelen. Inmiddels zijn deze dus middels een gepaste plechtigheid alsnog geplaatst. Bouwbedrijf Klokgroep is ook de komende jaren hoofdsponsor van NEC. Dat kwamen beide partijen onlangs overeen. Het huidige contract is opengebroken en verlengd tot de zomer van 2029. Met de verlengde samenwerking maakt Klokgroep de 10 jaar als hoofdsponsor vol. Voorlopig zal de naam van het bouwbedrijf dus nog te zien zijn op de voorkant van de NEC-shirts.
Museum Het Valkhof is aanstaande vrijdag gratis te bezoeken voor iedereen. Het museum wil geïnteresseerden hiermee nog eenmaal de kans bieden hun collectie te bewonderen, voordat deze in het depot verdwijnt. Het Valkhof sluit 1 oktober namelijk haar deuren voor een ingrijpende verbouwing van het pand aan het Kelfkensbos. Over 2,5 jaar, in het voorjaar van 2025, zal het vernieuwde museum naar verwachting weer haar deuren openen. Heb je altijd al eens willen ervaren hoe het is om mee te doen aan een circus? Zondagmiddag kregen Nijmegenaren de kans tijdens de open dag van de Fasim Circus Space op het Nijma-terrein. Er kon deelgenomen worden aan gratis workshops zoals acrobatiek en hoepelen. Waarom doe je mee met de cursus? Om te kijken of dat ik hula hoepen leuk vind. Nou, ik kwam hier aanlopen en ik dacht, ik vind hula hoepen best wel leuk. Dus, Had je er al vaker iets mee gedaan? Eén keertje eerder, maar dat was niet zo'n leuke workshop als dit eigenlijk. Dit is beter volgbaar, wat behapbaarder. Die andere was gelijk best wel terror. Ja, ik vond het niet zo leuk vroeger, maar nu vind ik het wel leuk. Alle trucjes erbij leren is wel leuker. Ga je vaker iets met hula hoop of met acrobatiek doen? Ja, denk het wel. Ja. Wij zijn in principe toegankelijk voor iedereen. Dus je kan als 3-jarige die nog nooit iets met circus heeft gedaan hier terecht. Maar ook als volwassene die iets wil proberen met acrobatiek of met hoopdance of met movement in zijn algemeenheid. De Fasim is al 18 jaar dé ontmoetingsplek voor professionele en recreatieve circusartiesten. Er vinden wekelijks lessen, workshops en open trainingen plaats. Het voormalige fabrieksgebouw wordt op dit moment deels verbouwd. De open dag vond daarom onderin het gebouw plaats. Op dit moment wordt jullie ruimte verbouwd. Waarom er toch voor gekozen om workshops vandaag te houden? Wij willen laten zien wat wij doen en wij willen graag iedereen verwelkomen in onze tijdelijke ruimte. Daarbij worden wij verbouwd boven in de nieuwe ruimte. En is de financiering ook nog niet helemaal rond. Dus we moeten ook wel echt aan de bak om goed te laten zien wat wij betekenen voor Nijmegen en omgeving. In de toekomstige circusruimte zijn er 2 ruimtes beschikbaar met een hoogte van 12 meter. In april volgend jaar moet de verbouwing af zijn. Het is volop herfst en nu heeft de herfst natuurlijk zijn mooie kanten, zoals op deze foto te zien is. Maar vandaag hadden we vooral te maken met de mindere kanten. Een kletsnatte maandag, dat was het. Helaas wordt dat in de loop van deze week niet veel beter. Morgen krijgen we te maken met een stevige noordwestenwind die aan de lopende band de nodige buien zal aanvoeren. Deze kunnen plaatselijk gepaard gaan met wat onweer en hagel. En tussen de buien door is er ook ruimte voor felle opklaringen, wat zorgt voor een vrij wisselvallig weerbeeld. In onze regio is dat beeld niet veel anders. Ook wij ontkomen niet aan onze portie buien. De temperatuur blijft daarbij ook steken op een frisse 12 graden. Verderop in de week blijven we te maken houden met veel buien en perioden met regen. De wind zal wel iets bijdraaien, waardoor de temperatuur uiteindelijk een klein beetje omhoog gaat. Maar van heerlijk nazomerweer is duidelijk geen sprake. Tot zover het RN7 regio nieuws van vandaag. Zometeen kun je kijken naar een nieuwe aflevering van De Streek In, waarin we een bezoek brengen aan het middeleeuws festijn in Herne. Het laatste nieuws vind je op onze website en in onze app. En wij zijn er morgen weer met een nieuwe uitzending. Graag tot dan!